zijn hier in Hangar 11 op Schiphol Oost. Wat we vandaag gaan doen, dat is het wassen van de romp van de Boeing 777. In vakjargon noemen we dat de 777 natuurlijk. Een vliegtuig moet gewassen worden om een aantal redenen. Het is het behoud van het vliegtuig. Een schoon vliegtuig, hè, daarmee krijg je geen corrosie. Vuil kan over een heel vliegtuig gezien wel een paar honderd kilo wegen. Nou, als je dat niet mee hoeft te vliegen, dan scheelt dat enorm veel brandstof. En het allerbelangrijkste voor mij althans is het feit dat een passagier, als hij bij de gate staat en hij ziet een schoon vliegtuig, dat geeft een gevoel van vertrouwen. Nou, het schoonmaken van het vliegtuig kan met verschillende middelen. Bij de KLM gebeurt het met gel. Nou, gel is een wat vettige substantie, hè, dus die goed het vuil losweekt. Aan de Boeing 737, de Europa zeg maar vloot, met een mannetje of 4-5 ben je ongeveer 6 à 7 uur kwijt. Een widebody vliegtuig, hè, dus de vliegtuigen die naar Azië, Amerika vliegen, de hele wereld over, wil je hem in één dienst gereed hebben, heb je minimaal 10 man nodig. De beschikbare grondtijd is kostbaar natuurlijk. En in dit geval wassen wij de achterkant van het vliegtuig. De techniek werkt wat meer naar voren. Vandaar dat je de motor open ziet staan. Als hun klaar zijn, dan gaat de motor dicht. En dan pakken wij de motor, dan gaan wij de motor wassen. Als die 777, vooral die romp, als die klaar is, hè, en die glimt je weer tegemoet. En ik zie de mannen weglopen van de klus en ze kijken toch nog 3 keer om. Weet je, dan weet je gewoon van, ze zijn trots op hun werk en hij staat er als nieuw bij.